Mijn naam is Leila Youssefou, ik ben 23 jaar, student civiele techniek in Delft. Ik roei bij Laga, ook in Delft. En ik ben nu hier in Sevilla voor het trainingskamp van het Nationale Roeiteam. Ik ben begonnen met roeien als junior bij Pampus in Almere. En ik was van jongs af aan eigenlijk sterk. Dus ik werd snel uitgenodigd door de roeibond. Nou, toen ben ik dus inmiddels denk ik 6 jaar geleden ook met de roeibond hier geweest in Sevilla. Ik kon toen eigenlijk nog helemaal niet roeien. Ik was alleen maar sterk. Dus ik heb hier echt mijn eerste echte halen gemaakt. Maar ik was eigenlijk gedurende de weg, omdat ik denk ik meteen al zo serieus ben gaan roeien, ben ik een beetje gaandeweg mijn lol erin verloren. En dat voelde ik eigenlijk al heel erg dat jaar dat ik naar het onder 23 WK ging. Dus toen leek het mezelf verstandig om eventjes een stap terug te doen. En om toch eventjes met een frisse blik weer te bedenken wat ik eigenlijk wil met mijn leven. Want je hoeft natuurlijk veel op voor dat roeien. Nou, ik denk dat ik op tijd ben gestopt. En daardoor heb ik mijn plezier en mijn verlangen ernaar ook wel weer teruggevonden. En dat heb ik dus 1,5 jaar geleden heb ik het weer opgepakt. Josie gebeld en gezegd dat ik ook weer serieus aan de slag wil. En die heeft mij toen weer uitgenodigd. Ik denk dat 2019 wel in het teken staat van 2020. Het is een jaar waarin de basis gelegd moet worden voor de uiteindelijke prestaties op de Spelen. En het is dus een jaar waarin je denk ik heel erg scherp moet zijn. Een jaar waarin je het beste uit jezelf moet halen. Want volgend jaar zal alles onwijs snel gaan. En dan ben je, voordat je het weet, heb je die finale al geroeid. Dus ik denk vooral dat het een jaar is waarin je heel erg moet zorgen dat je zelf beter wordt. En een jaar waarin je het optimale uit alle wedstrijden moet halen die je roeit.